onder die deken. Lekker, hè? Helemaal lekker. Je gaat relaxed zo praten. Ja. Lekker. Ook nog even extra onder die van jou. Want dat is nog gezellig. Echt zo sleep over 5. Ja, hè? Dit is ook zo lekker dekentje. We zijn weer terug. Wel zonder McDonald's helaas, want die was dicht. Maar we hebben een goede keuze B, plan B. Keuze B hebben. Dus voor jou. Ja, dank u. Oh, zo met die pitten. Ja, met die zaden. Met die zaden. I hope you are ready. I am born ready. Oh, we hebben bij Joey de juice besteld. Ik heb een power shake, jij hebt een sports juice. En jij hebt een tuna caro. Oh, heerlijk. En ik heb een avocado zonder avocado. Heel lekker. En we hebben allebei een brownie. Maar die ziet toch niet daar uit? Daar gaan we beginnen. Ja? Nee, ik bewaar het als toethee. Toethee bewaar. Oké, wel een bakje. Ja, ik vind het ook helemaal fijn. Het is een kaarsje, ja. Waar een kaarsje in zit. Ja. Maar iets anders. Hier, is voor jou. Zet het zo. Oké, ik ga gelijk de eerste vraag erbij. Fuck. Ja. We hebben gevraagd wat is of jullie vragen voor ons hadden. Juicy mocht het zijn. Nou, het is erg juicy geworden. Heel benieuwd. Oké, laten we even een beetje door. Of gaan we alles gelijk juicy doen? Laten we een beetje rustig beginnen. Oké, nou. Kun je het opbouwen? Voor de mensen die het niet weten, Rosa die heeft 1,5 maand op Bonaire gezeten. En ze gaat straks weer 1,5 maand. Ja. En iemand vraagt waarom je eigenlijk op Bonaire was. Wat de fuck deed je daar? Wat de fuck deed ik daar eigenlijk? Ik weet ook niet zo goed eigenlijk. Ja, nee, een vriendin van mij loopt daar stage. Dus ik ben eigenlijk haar daar gaan opzoeken. In eerste instantie zou ik 1 maand gaan. Maar ik vond het zo leuk dat ik eigenlijk dacht, nou, waarom blijf ik niet langer? Toen ben ik nog 2 weken langer gebleven. Zo, dit is lekker. Ja, oei, 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 ja, echt. Oh, ik ga zo ook lekker eten. Maar ik begin gezond. En ja, dat eigenlijk gewoon een beetje als vakantie. Dus nu ga je weer terug. Nu ga ik weer terug, weer voor vakantie. Weer voor 1,5 maand. Ja. Weer. Ja. Lekker zeg. Ja, lekker hè. Wat is er allemaal met die jongens op Bonaire gebeurd? Heb je het leuk gehad? Nou, weet je wat het dus is? Of iedereen is 18. Of iedereen is 28. Ja, dat eigenlijk. Of iedereen zat daar ook wel een beetje vast aan iemand. Ja. Dat is wel een beetje... Zoveel mensen die vragen over jouw dingen, over hier ook. Hoe gaat het met Rosa en de mannen? Nou jongens, ze zijn allemaal heel desperate to know hoe met mij gaat en de men. Nou, ik ben gewoon niet mijzelf en op het moment. Ja, dat eigenlijk. Wat is jullie wildste avontuur die jullie hebben meegemaakt op Bonaire? Nou, ik denk dat we samen niet echt iets heel wilds hebben meegemaakt. Nee. Dat is allemaal redelijk wild, normaal. Het meest wilde bootrit, denk ik, maar... Wat? Ik denk het meest wild is de bootrit. Waar we door 5 vlogen, dat was het. Oh, wel. Zo, ja. Maar verder. Nou, we hebben niet te scheeps, nee. Nee. Niks boeiend gedaan. Geen reet gedaan daar, maar het was leuk. Was wel zo. Gekste plek waar jullie het ooit hebben gedaan. Nou. Mij was simpels. Busjes van Peps. Ik denk het strand of zo. Ja, ik zou het zo graag nog een keer op het strand willen doen. Nou, is kut hoor. Ja? Oh, zand. Oh, nou, oké. Okay. Oh. Gaat het? Ik stikt even een beetje. Of in een pashokje. Nou, dat vind ik wel gekker dan het strand. Ja, dat vind ik wel gek. Maar dan hou ik echt niet durven. Een pashokje. Welke winkel? Ah, oh, nee. Ja, oké. Okay. Voor bij de Bijenkorf heb je van die spleten ertussen, dan kunnen mensen gewoon erbij kijken. Ja, niet zo. Nee. Zo, dat wel echt een. Maar dat was helemaal niet man. Ja, oké. Okay. Dan moet je wel heel stil zijn. Heeft Rosa naast haar lip hier nog meer aan zichzelf laten doen? Nou, iedereen denkt dat ze dat een bordje hebben laten doen. Ja. Maar. Dat was nee, dat was niet. Verder naast mijn lippen, lipfillers, heb ik helemaal niks aan mezelf laten doen. Ik zou wel het een en ander willen doen, maar ik heb het niet. Slechtste karaktereigenschappen van elkaar. Ik denk, gat in je hand. Ik heb bij jou altijd, of jij reageert heel snel, of je reageert gewoon rustig 3 dagen niet.
Maar verder heb ik niet echt een slecht karakter van jou. Bedankt. Nou ja, soms kan het heel langzaam bewegen. Ja. Heel irritant vind je dat ook. Maar het is ook niet echt je karakter. Het is gewoon weer wat je doet. Dat gaat in je hand ook. Ja. Oh, hier iemand. Ben je blij met je lipfillers? Zou je het aanraden? Ik zou het nooit iemand aanraden, want ik wil niet... Maar als je het zou willen doen. Ja. Ik vind het bij mezelf heel mooi staan. Ja. Omdat ik heb ook heel weinig erin zitten, dus het is ook niet bij mij heel erg overdreven of zo. En ik heb een soort speciale Russian method en dat is zeg maar... Normaal doen ze het in een soort van buisje en dan krijg je dus echt zo'n... Ja... Balkje. Als het ware, ja, dan krijg je echt zo'n. Dan zie je het ook echt. Maar bij mij zit het een soort van als een soort waaiertje. Ja, bij sommige mensen zie je zeg maar echt zo. Ja, dat je het echt zo in zo'n streep zo erin is. Het is alsof het erop is geplakt. Ja. Ja. Maar bij mij zit het dus op allemaal verschillende prikjes als zo. Ik vind het bij jou ook wel mooi gedaan. Ja, hè? Ja. Ik ben ook echt wel blij mee. Maar het is al wel een tijd geleden, dus. Halfjaartje nu? Halfjaar, ja. En hoeveel tijd moet je dat bij blijven doen dan? Het verschilt een beetje per persoon volgens mij. Want ik vind het bij jou nu nog wel mooi. Ik zou niet zeggen, oh je moet echt weer. Of zo. Nee, ik ook niet. Op welke leeftijd zijn jullie op maagd? Zo. Was het 16 voor mij? Ik was ook 16. Bijna 17 was ik. Ik was net, of na net, 3 maandjes 16 of zo, 4 maandjes. Wel ook in je leeftijd. Wat is jullie body count en kiss count? Jullie dat te zeggen. Kisscount is voor mij 8. Ik wil er echt niet bij houden. Niet? Ja, kisscount, nee. Oké, maar ongeveer een beetje. Onder 20? Ja. 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 Oké, 15 dan misschien of zo. Minder. Misschien een beetje tussen de... Dus de 8 en de 12. Ja, zoiets, ja. Beetje ruim. Ja. Ruim genomen. Beetje schatting. Ja. Bodycount, ja. Op 2 handen te tellen. Ja, toch? Ja. Ik dacht al, wat zit je nou te twijfelen? Ja, zeker. Ja, oké. Ik zou bijna denken op 1 hand tellen, maar dat neem ik niet. Anderhalf handje. Anderhalf handje. Ja. Dat is prima. Bij mij op 1 vinger. Dat vind ik echt goed. Ja, maar ik was 16 toen ik voor het eerst seks had en ik ben nu bijna 22 met dezelfde persoon. Dus wanneer had ik hem moeten doen? Zouden jullie nog meer tatoeages willen? Ja, ik zou nog wel een paar willen, maar ik zou nu niet echt weten... Ja, ik wil heel graag hier iets, maar ik weet gewoon niet wat. Ik wil er wel echt iets moois. Ik neem elke keer net een hapje als ik moet gaan praten. Heel irritant. En we willen het dan niet. Het is echt zo irritant. Ja, dat had ik net ook de hele tijd. Verschrikkelijk. Een anticlimaxje. Ja, ik zou dan wel willen, maar weet ook niet wat. Welke plek zou je willen? Weet je dat wel? Traantje om je ogen. Ja, ik vind het op zich hier ook wel vet. Hierop. Ik vind dat dus heel mooi met je met een babynaam. Ja. Van die kleine lettertjes. Ja, dus dan moeten we dus nog maar even wachten. Ja. No baby's allowed. Nee. Ja, ik zou wel bij mijn ribben willen, maar ik zou alleen niet echt weten wat of zo. Wat is het raarste wat jullie hebben meegemaakt tijdens de seks? Nou, ik ben wel gewoon eens een keer in slaap gevallen. Dat vind ik best wel raar. In slaap? Ja. Hoe kan dat? Hoe kan je in slaap gevallen zijn? Ja, gewoon moe. Dan was je wel heel moe. Ja. Ik snap het als en dan was het ook niet heel denderend, maar... Ik snap het als je bijvoorbeeld heel lam bent, dat je gewoon een soort van wegvalt of het niet door is. Maar jij bent ook niet heel lam. Nee. Ja, ik denk dat ik gewoon heel moe was. Oké, okay. Nou, dat vind ik wel heel gek. En de combinatie met dat het misschien gewoon niet heel goed was. Maar wat zei je door dat je in slaap viel? Ja, tuurlijk. Dan stoot hij even wakker. Als ik op een gegeven moment geen respons meer geef, ga je wel even nadenken, gaat de hond daar? Ja, misschien zat hij sowieso element. Ja, dat door. Kan ook nog steeds, ja. Nee, mijn gekje is denk ik 1 keer dat we uit bed zijn gerold. Dat je draait dan zeg maar om. Ben ik er door bed gezakt.
Ja. In je eigen bed. Mijn bed. In zijn bed. Ja. Ja, dat vind ik ook wel gek. Ja, wij zijn een keer uit bed gerold, want dan wil je zeg maar omdraaien naar de ander, zeg maar. Mm-hmm. En toen het, ja, het bed stopte. Rol je door. Het bed was op. Ja. Toen eigenlijk op de grond. Oh, leuk. Dat haten jullie aan elkaar. Je 3 maanden lang in het buitenland zit. Nee, ik haat niks aan jou. Nee? Vind je afgekust? Volgende vraag. Die van ons is het meest kinky. Ik denk jij. Ik denk dat ik. Ja. Ja, dan denk ik heb roze ogen en zo anders. Nou, op die pizza. Nou. Zeg maar, op die pizza was het de eerste keer dat jij op een jongen afstapte en dat ik echt dacht. Oké, dat jij niet deur. Ik wil er gewoon een beetje scheiden aan. Ja. En ik zat er echt weer met die pizza punt met zijn wij dacht echt van. Oké. Okay. Ja. Even lachen toch. Wat vinden jullie het aantrekkelijkste / het geilste aan een jongen? Oh. Ik denk als je echt een leuke kledingstijl heeft. Ja, dat is heel aantrekkelijk. Alles bij elkaar past als je er echt over na hebt gedacht. Dat vind ik heel aantrekkelijk. Ik ook. En handen. Ja, oh, of deze dingen hier. Die aderen. Ja. Dat vind ik ook wel leuk. Wel heel cliché, maar wel trekken. Nee, maar het eerst kijk ik denk toch wel naar iemand zijn kledingstijl. Mm-hmm. Ja, naast zijn gezicht of zo. Maar het kledingstijl kan ik wel heel aantrekkelijk. En iemands haar of zo. Ik weet niet, daar kijk ik niet naar. Mm. Nou, iemand is wel niet kaal te zijn, maar... Ja, het maakt me niet heel veel uit als iemand lang haar heeft, kort. Nee, maar gewoon hoe, dat het wel een beetje verzorgd is. Niet dat het zo... Ja, oké, dat wel. Niet dat het net zoals die Giel Beelen alle kanten op had. Nee, precies. Hoef ik ook niet te hebben, nee. Heet Roze, liever een kamer vol speeltjes of liever een leuke vriend? Wat is dit voor vraag? Het is ook een jongen die iets stelt, ken je hem? Jasper. Oh. Maar geen idee. Oh. Nou, heb ik liever een vriend. Nee, wat is de grootste roddel die je ooit over jezelf hebt gehoord? Ik zou dat niet weten eigenlijk. Ik hoor niet heel veel roddel over mezelf. Nou, een beetje aangebrand, dit broodje. Dat vind je lekker. Mm. Of de roddels gaan zo goed dat ze gewoon langs me heen gaan. Ja. Of ze zijn waar. Alle roddels. Maar ook nog wel. Oh, welke leeftijd hadden jullie voor het eerst gezoend? Was ik 14, ik was 15. Ook zoiets. Bij mij was het allemaal heel snel achter elkaar, weet ik nog wel. Want zoenen duurde bij mij zo achterlijk lang. Al mijn vriendinnen hadden al gezoend en ik nog zeker niet. Ik ook, ik was ook blij. Ik liep echt achter. Vonden jullie je eerste keer spannend / ongemakkelijk qua wat je moest doen bij de ander? Ja. Ja, ik weet het dus eigenlijk allemaal niet meer zo goed. Ik liet alles maar gewoon bij mij gebeurd. Ja. Ik wist niet wat ik moest doen. Ja, ik weet wel dat zeg maar eerste keer dat ik seks had, dat die jongen wou dat ik bovenop ging. Dat is wel heel kut. Dat is heel kut. Want... En er is ook nog een leuk beetje over mij, jongens. Dat willen jullie vast allemaal weten. Namelijk, ik kan dus niet bovenop, want dan schiet mijn lies uit de kom. Echt? Dat is echt. En dat doet zoveel pijn. Wel goed excuus. Ja. Ik zeg het ook altijd. Sorry, ik kan niet bovenop. Is dat echt zo? Ja, nou in ieder geval krijgen wij pijn aan ons kraambeen. Nou, ik heb gewoon iets in mijn lies en in mijn dijbeen. Dat als ik bovenop ga aan mijn rechterkant, het schiet er gewoon net uit. Ik heb wel dat er kramp in schiet. Ja, die hoor, heb ik ook. Maar dat heb ik wel ook positie. Die kramp altijd. Echt? Heb je dat snel? Zo, kijk wat voor grote tomaat het is. Jezus. Dat zijn wel gewoon grote lekkere tomaten. Jezus. Ja, nee, ik weet niet waarom. Maar dat heb ik gewoon niet. Jij kan niet wel op. Nou ja, kan het wel, maar echt voor één minuut. Alleen met hoge uitzonderingen. Alleen als je het echt leuk vindt. Ja, als ik echt op je geef, wil ik het best wel doen, zeg maar. Dan riskeer ik het wel, maar... Oh, dat wist ik niet eens zo. Nou, zo tot niet van de dagen, maar... Wanneer heb je voor het laatst seks gehad? Vrijdag? Nee, want ik was al weg. Ik was 3 weken geleden. Of was dat je laatste keer? Ja. Oké. Okay. Ja, echt? En voor jou? Gisteravond.
Nice. Ik had het daar met de hele tijd laatst over. Volgens mij zei ik dat tegen een keer. Ik heb gewoon vanaf het moment dat ik voor het eerst seks heb gehad, nog nooit een pandapunt gehad. Nog nooit. Ik weet niet hoe dat wel. Pandapunt. Als je 1 maand geen seks hebt, heb je 1 punt. Dus als je bijvoorbeeld 9 pandapunten hebt, heb je 9 maanden geen seks gehad. Wauw. Ik ben heel benieuwd hoeveel pandapunten ik in mijn leven heb gehad. Wat zijn jouw meeste pandapunten? Wat is het langste dat jij maanden zonder seks hebt gezeten? Nou, heel deze video gaat alleen maar over seks. Ik denk dat het was met mijn vriend. Van de zomer. Niet daarvoor. Dus ja, ja, wel, nee, ja. Nee, nee, nee. Ja, 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 dat was hem, ja. Ja, ook? Dat denk ik. Tussen mijn 2 relaties die heb ik helemaal geen seks gehad met niemand. Hoe lang was dat? Op een pandapunt. 5 zo. Nou, 5, nee. Ik leerde Luc in de zomer kennen, in juli. Het ging uit in oktober. Ja, maar dan zit ik te twijfelen, die ging het jaar daarvoor er al uit. Je hebt toch niet 1,5 jaar geen seks gehad? Nee, maar ik kan me ook niet heugen dat het zo kort geleden... Ging het niet uit in oktober 2019? Wanneer ben je naar Kos gegaan? 2019. Ja, dat ging het toen uit. Dus oktober 2019? Oktober 2019. Maar toen die zomer kreeg je wat met Lu, of leerde je hem kennen? Ja. Dus oktober is een... November. Oktober, het begin oktober was, dus toen had ik al niet. Oktober, november, december, januari, februari, maart, april, mei, juni, juli. Oh mijn god, 10 maanden. Ja. Ik had namelijk vroeger, 3 jaar geleden, heel erg met mezelf een pact. Dat ik geen seks mocht hebben met mensen waar ik niet iets mee had. Ik wou alleen, ja, ik wou gewoon alleen maar seks met iemand hebben als ik... Ja. Dat wou ik heel erg. Maar ja, na mijn afgelopen relatie ben ik er mee van afgestapt. Ah joh, boeien. You only live once. Hebben jullie die seksspeeltjes? Ja, Satisfy Pro. Ja, die 10 maanden, die moesten wel doorkomen. Ja. Nou, ik gebruik dat ding nooit hoor. Ik heb dat vorige keer gekocht, omdat iedereen zei je moet dat kopen, maar het zit nog in de doos. Ik heb die ook, maar die staat bij Mew thuis en die heb... Hadden we toen samen een keertje gekocht. Zo'n eitje heb ik wel eens gehad, maar die vind ik niet zo heel erg. Dat heb ik ook, maar ja, dat maakt heel veel geluid. Ja, en ik. Als je dat zeg maar in hebt, dan... Je voelt het niet echt of zo, vind ik. Nee. Je hoort er van... Hey, zeg maar, ik weet niet. Op een schaal van 1 tot 10 zou ik het een 3 geven. Ja, vind ik ook. Ik had voelt het wel een beetje, het is wel prima. Nou, ik had gewoon een keer het grandioze idee om het in te doen als ik aan het eten ging of zo. Maar je hoort het eerst heel erg. Je hoort het echt heel ja, dat vind ik ook. Affair. Heb ik niks? Nee, ik ook niet. Hebben jullie ooit wat gedaan met iemand van hetzelfde geslacht? Ja, ik heb wel een keer met vriendinnen gezoend. Ja, gezoend, maar... Ja, nee. Wat is jullie beste versiertrui? Hoe versieren jullie iemand? Ik denk... Waar zo kijk je zo? Gewoon een beetje mysterieus hoe je de hoop dat je iemand opvat. Ja, gewoon... Ik denk iemand gewoon heel erg aankijken. Ja. Ik denk dat ik zou niet heel gek gaan dansen of zo. Iemand juist heel erg aankijken. En als hij bijvoorbeeld in die hoek staat, zou ik gewoon zo. Ja, ik weet niet. Of gewoon als je langs loopt, gewoon even net iets te lang kijken. Of ja. Joh, ik ben er zo slecht in. Rosa wordt niet versierd. Ik weet niet. Als jullie samen in een ander land zouden moeten wonen, welk land zou dat dan zijn? Ja, ik ook niet. Daar zou ik wel echt graag willen wonen. Goh. Juist. Oké, nou. Een boertje laten. Bedankt. Santé. Cheers to this. Volgende keer gaan we lekker met gold eten weer. Ja, jongens, doe het veilig. Het smaakt veel beter. Ja, doe het veilig. We willen geen herpes of andere ziektes. Laat je regelmatig testen. Doe het veilig. Doe het met gevoel. Doe het alleen met iemand die het leuk vindt. Doe het niet tegen je zin in. Als je geen zin hebt om bovenop te zitten, zeg je gewoon dat je Lisa te goed gaat. Ja, precies. Fijn. Cheers to that. Cheers to that. Bye. Bye.